Het is vandaag, moet ik even nadenken. Dinsdag pas. Ja. En ik heb vandaag mijn volgens les. Blondie de haar hoefijzers er weer onder gezet. Ja, les. Het ziet er hartstikke goed uit zo. Ja, goed zo. En aan je been. Reactie en dan je been weer los. Reactie en dan, ja, goed zo. En dat je opvang in je zit. Zo, want hij hoeft niet hard te draven dat hij zijn achterbenen lang moet maken om vaart te maken. Zo, maar hij moet zijn achterbenen snel van de grond. Goed zo. Ja, heel goed. En kijk over de grond waar je heen wilt rijden. Zo, ja, benen bij. Zeg je, hé, ring opletten. En dan mag je best daar heel goed in je ringvinger even wat naar beneden toe vragen. Ja. Zo, en dan ga je zo weer van hand veranderen. En je mag iets meer variatie in het tempo, Tess. Rechter keugel, rechter been als die hangt. Linkerhand laag. Goed, om je rechterbeen, om je rechterbeen, om je rechterbeen, om je rechterbeen. Zo, daar zit je weg. Aan de linker teugel, om je rechterbeen. Aan de linker teugel, om je rechterbeen. Opvang in je zitten aan de linker teugel en om je rechterbeen. En naar rechts mag je wel even je zin zeggen wat je wil. Maar geef hem iedere keer net even een seconde los, dat hij net niet kan hangen. En jij wil die ribbenkast wat meer naar links. En dan controle aan de linker teugel. Die ribbenkast, ja. En dan aan links en in je zit opvangen. Ja, aan links en in je zit. En terwijl je toch zijn ribbenkast een beetje naar buiten blijft duwen. Zo, want dit is weer zijn moeilijke kant, hè. We vragen nu eigenlijk aan hem of hij met zijn linkerhand wil schrijven. Zo, dus dat vindt hij moeilijk. Zo, ja. Hou je nek mooi los. Daar. Ja, en let op, hè, als je been geeft, dat je wel even een reactie voelt. Ja, heel goed. Ja, en het, oh, dat is al bijna weer te veel. Dat is al bijna weer te veel. Zo, ja. Want dan heb je bijna weer een rondje nodig om alle energie weer bij elkaar te rapen. Ja, en als je dan helemaal loskomt van de linker teugel, dan weet je zo hangt naar rechts. Wijk een beetje een paar pasjes naar binnen toe voor je rechterbeen. Maar zoek wel de contact aan je linkerteugel. Zo, ja. Want hij doet links om eigenlijk te graag naar links kijken. Nou, wij zijn hem weer aan het africhten. Dus hij wil graag naar links kijken. Nou, dan willen wij eigenlijk dat hij zijn neus rechter houdt. Niet omdat we naar rechts alleen maar terug gaan sturen. Zo. Aan je been. Heel goed. Soepel zijn in je lijf. Zo, ja. Teuren. Dat je heel bewust, zeker als je rechts om zit en je wil naar links, dat je heel bewust die wending hebt. Maak er maar stangen voor de kant, hè. Ja, kom. Is hij aan je been? Loopt hij erbij alsof hij wakker is of loopt hij erbij alsof hij aan het slaapwandelen is? Zo. Zeven, kijk eens, Tess. Een beetje naar de been toe sturen, dan ga je dat hele stuk een beetje zijn buik naar buiten toe wijken. Zo, dus recht, omstellen. Ja, en wijken naar de been, wijken naar de been, wijken naar de been. Zo, ja, en dan ga je nu alweer zo tussen die V en de P sturen. Ja, en wijk naar mijn been. Ja, dit is heel mooi. Maar je wil net iets meer contact op je linker teugel. Niet aan de rechter teugel. Daar doe jij steeds even minder hard knijpen. Wil die daar toch hangen, geef je daar even been. Zo, zonder dat die helemaal op hol gaat, Tess. Zo, ja. Dus die energie die mag je wel maken, dat doe je goed. Maar je moet minder het een soort opjagen. Ja, je wil eigenlijk dat hij in zijn voorkant van zijn lichaam niet verandert. Alleen de achterkant van zijn lichaam moet veranderen. Aan welke teugel heb je de meeste contact? Links. Oké. Okay. Kun jij dan rechts iets minder je arm strak houden? Want kijk eens, jouw handen doen namelijk dit. Dus het ziet er voor mij uit alsof jij heel veel contact aan rechts hebt. Dus zorg jij dat je in je rechterarm en in je rechter schouder dan ietsje losser bent. Aan links. Ja, aan links. Met je been erbij. Want we willen ze achterbenen sneller van de grond. Zo. Ja, daar. Dus als je hem snel maakt, hoeft hij niet helemaal een soort weg te rennen. Maar je wil alleen maar dat hij zijn staart tussen zijn billen knijpt. Zo, als hij daar dus al een paar keer zo tegen die bakrand aan wil lopen, zorg dat je dan de volte nog iets kleiner maakt. Nog iets meer naar het midden toe. Zoekt hij dus toch nog te veel steun op de kant, ga je nog iets meer naar het midden sturen. Ja, goed zo. Nog iets meer. Kijk maar of je voor je rechterbeen naar binnen kan wijken. Zitten, dat hij niet harder gaat. Ik vind dat de linkerteugel te vaak loshangt. Goed zo. Daar. Heel goed zo, ja.
Als hij dan toch heel graag aan de bakrand wil hangen, dan gaan we juist het tegenovergestelde. Dus dan gaan we nog verder bij de bakrand vandaan. En dan hier kijken of je met je linkerbeen wat naar voren kunt rijden. Soepel in je rechterarm. Soepel in je schouder. Ja, als jij niet oplet, is hij helemaal niet aan het opletten. Dit vind ik veel te sloop. Niet dat je hem op moet jagen, maar ik vind dat daar meer energie in mag blijven zitten. Tess, wil je niet zo hangen op rechts? Hij gaat namelijk niet loslaten op rechts als je alleen maar terugtrekt naar rechts. Zo, dan niet meteen je teugels een kilometer langer laten worden. Jij kan in verbinding minder hard naar rechts trekken. Wat ik zie namelijk, kijk eens. Jouw onderarm hier trek je heel die spier aan zo. Dat zie ik namelijk omdat je korte mouw aan hebt. Zo. En als hij hier al zijn oren naar voren doet, weet jij dat hij de deur uit gaat kijken. Dus dan moet je niet hier boos worden als hij zijn hoofd omhoog heeft gedaan. Op het moment dat hij daar zijn oren naar voren doet, heb jij hem alweer tegen hem gezegd. Hey vriend, we zijn hier bezig. Je moet op mij. Niet omdat je hem opjaagt. Niet omdat je hem op. Want nu hier heb je niks aan. Zo, je moet hem snel maken en die energie bij je houden. Zo, daarom gaat het erom dat je hand en je been zo goed samenwerken. Als jij been geeft en je ringvinger dichtknijpt, weet hij wat de bedoeling is. Niet omdat je hem eerst opjaagt en dan in de houtgreep neemt. Let op, want nu wacht je eigenlijk totdat hij helemaal daar het terrein over hebt gekeken. En dan pak je hem in de houtgreep. Zorg dat je dat voor bent. Zo, zorg dat er zo'n soort elastische verbinding tussen zijn mond en jouw schouder is. Dat als je daar een keer in knijpt, dat hij dan meteen weet dat hij ietsje moet zakken. En maar als je het steeds helemaal loslaat en dan weer heel strak en dan weer helemaal los en dan heel strak, dan is daar zeg maar net geen samenwerking. Twee teugels. Zo. Constante verbinding met zijn mond. Constante verbinding. Constant ongeveer 2 appels in elke hand. Dus niet zo zwaar mag het zijn. 2 appels, zo zwaar mag de teugeldruk zijn. Dus niet rechts 7 appels en links een halve. 2 appels in elke hand. Zo, dat deed je goed. Kijk, nu gaf je been en bleef je op je kont zitten. Zei je hand, hey vriend, opletten. Zo, want dan gebeurt er in zijn lichaam meteen iets anders. Zo, en weer die spanning tussen jouw hand en je been. Kom, 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 kom. Zo, ja. Daar. 2 appels, constant in je hand. Ja, raak je op rechts. Heb je te veel op rechts, geef je een beetje gas op rechts en pak je aan links even weer die 2 appels. En moet je op rechts misschien een appeltje loslaten. Zo, ja. Hard. Je hebt hem weer opgevangen in je zit. Zo, ja. En in het opvangen kun je zelfs weer een keer vragen of hij zijn buik nog wel in heeft. Zo, ja. Daar. En zelf loszitten, hè. Zelf loszitten. Zo, en jij kan je hand stil houden terwijl je los zit. Zo, en dan kun je zelfs als jij ontspant in je lichaam, kan hij aan je been blijven. Zo, kom, aan je been. Aan je been. Ja, en meteen aan de voorkant voelen dat je daar wat mee doet. Zo, dat je niet weer 3 rondjes naar hem op zoek bent. 2 teugels. 2 teugels. Ja, en als je heel erg aan de kant wil hangen, ga dan niet harder aan de rechter teugel trekken. Dan gaat de volgende plein erbij aan je rechterbeen. Ga meer zijn buik naar links duwen en meer contact zoeken aan de linkerteugel. En ook nu, hij gaat niet meer naar binnen als je je hand over de hals doet. Dan stuur je juist rechts af. Als ik mag klagen, vind ik hem nog te veel met zijn neus naar rechts. Ja, hij loopt, kijk eens, hij doet zijn hoofd zo. Dus dat betekent voor mij dat hij nog steeds meer aan je rechterteugel is in plaats van aan je linkerteugel. En dat zie ik namelijk ook aan jouw rechterarm. Zo. Daar. Oh, dat is zonde dat je je teugels moet verpakken. Zo, ja. Reactie aan je been. Ja, en meteen daar achteraan die energie doe je meteen hem de goede kant op vragen. Ja, goed. Ja. En herhaal dat. Ga niet hangen en duwen en trekken. Zo, totdat het een keer beter wordt, maar herhaal het. En dicht op elkaar. Zorg dat je hem voor bent. Wacht niet tot hij iets hebt verzonnen. Zo, maar zorg dat je hem voor bent. Daar, goed zo. In de spiegels mag je van mij kijken, maar verder niet. Zo, ja, kijk eens even hoe mooi dat is. Zie je dat? Maar dat komt omdat jij er heel dicht bovenop zit. En jij zegt, navel in, mondhoek laag, rustig in je qua tempo, maar wel die achterbenen van de grond. Ja, ja, goed zo, kijk eens. En nou hoeft zeker niet onder.
als dit. Die hals moet zo blijven. Zo, maar dat gaan we niet. Dat gaat niet zo blijven als we nu stoppen met rijden. Hè? Dat gaat zo blijven als we dit houden. Ja, mond op de goede kant op. Het liefst nog steeds twee appeltjes in allebei de handen. Misschien wordt het nu af en toe wel zelfs 2,5. Maar daarna wil jij weer een halfje eraf. Zo, ja. En is er nog één been? Heeft er nog zijn navel in? Ja, hou die mond op de goede kant op. Heel goed. En dan weer minder hard in je armspieren knijpen. Laat maar zakken. Laat maar zakken. Laat maar zakken. Ja, laat zijn hals maar vallen naar beneden. En kom, maak die zich eigenlijk alleen maar lang. Doe je eerst er even met been, dus die navel in. Je mondhoeken wat meer ja, richting zijn knie of richting zijn kogel spelen. Of vragen. Ja, en dan kijk je weer even met teugel weer een stokje. Kan ik hem nog ietsje lager duwen. Zo, ja. En zo naar de stap. Denk voorwaarts met je kuit. Denk voorwaarts met je kuit. Goed zo. Kijk, is de overgang ook goed, hè? Ja. Hartstikke goed gedaan. Moeders, ik denk dat jij eerst iets wil zeggen. Wat wil ik zeggen? Over waar we het net over hadden. Oh, zo. Ja, ik weet niet waar jij het over had. Nou, Tusti die heeft les gehad met Boris. En wat ik nu zie, vind ik echt heel gaaf om te zien. We gaan daar een aparte video voor maken met Daan. Maar we krijgen nu een hittegolf, dus dat slaan we nog heel even over. Maar binnen kort krijgen jullie een video, samen met Daan, want die gaat uitleggen, over wanneer je controle hebt over je pony. En pas als je controle hebt over je pony, kan je pas verder. En ja, dat lijkt alsof je, als je kan lichtrijden, dan kan je paardrijden. Dat is misschien ook wel zo. Maar op het moment dat jij de gangen van je paard of pony onder controle hebt, dus kan kiezen hoe hard of hoe zacht hij gaat en dat hij begrijpt wat jij bedoelt en dat jij begrijpt wat hij bedoelt of zij ligt aan je pony of paard, dat je dan pas verder kunt. En ik heb dat stukje eigenlijk nooit zelf begrepen of onder controle gehad. Ja, misschien hebben mijn paard wel voldoende onder controle, maar is de communicatie niet altijd even goed. En nu zie ik met Daan, die is daar heel erg op gefocust. Van je moet, de communicatie tussen jou en je paard moet, nou ja, bij wijze van spreken 100% zijn. En dan heb je een fantastische samenwerking. En dat is iets compleet anders dan dat je vaak ziet. En ik zie het altijd wel als ik bijvoorbeeld naar Bianca kijk, die dan gaat springen. Dan zie je dat zij controle heeft omdat het paard tussen de hindernissen nooit harder of zachter gaat als voor de hindernissen. En dan zie je die extreme controle. Bij een dressuurproef zie je die extreme controle doordat het paard precies in het tempo loopt dat de ruiter wil. En ja, ik wist nooit wat dat was. En nu leert Daan dat aan Tess. En ik zie nu dat Tess dat bijna, nou ja, die zit er zeg maar op 70%. En die gaat voor haar kudde natuurlijk. En naar, als ze dan 100% is, dan kan ze eigenlijk starten met wedstrijdrijden. Omdat je met je wedstrijden de B. Met wedstrijdrijden eigenlijk altijd wel op 60% van je kunnen zit. Dus Tess zit al op 70, denk ik. En de komende maanden of maand hoop ik dat ze dan naar de 80 gaat. En dan zal ze met wedstrijden op 50 zitten of zo. Maar dat zal voor de B zal dat wel voldoende zijn, denk ik zomaar. Oh, donker. Sorry jongens. Dus ja, het is een enorm leerproces en misschien begrijpen jullie mij niet helemaal wat ik nu allemaal zeg, maar ik ben wel super trots op Tess, want, en zeker ook op Daan, want het is iets heel bijzonders om te zien en ik ga er samen met Daan dus een video over maken om het beter uit te leggen, want nu is het een soort geratel en misschien begrijpen jullie geen bal van wat ik probeer uit te leggen, maar als je kijkt naar de beelden van net, dan zie je dat Tess gewoon veel meer controle heeft over Boris en over zijn snelheid en waar hij zijn benen neerzet. En dat vind ik iets bijzonders om te zien. Dus